Minister Bronto Sommaharjo van Binnenlandse Zaken weerspreekt dat er honderden valse paspoorten over de toonbank gaan van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB. Vandaag sprak de bewindsman met journalisten na een bezoek aan de afdeling paspoorten naar aanleiding van berichtgeving dat door het CBB honderden paspoorten via de illegale weg worden uitgegeven. De bewindsman zegt dat er geen sprake is van een criminele netwerk, maar zich er wel bewust van is dat waar er rook is, er vuur is. Wij weten dat mensen manieren vinden om geld te vragen voor het bespoedigen van paspoorten. En dat kunnen wij als CBB niet toelaten. Vooral deze leiding niet, die het imago van deze dienst wil verbeteren. Dus ik ben met ze in spoedvergadering gegaan en we hebben een aantal besluiten genomen. Een van de besluiten is dat de tekeningsbevoegdheid voor het tekenen van een paspoort alleen bij de directeur van CBB is. En bij ontstentenis is het bij de directeur van BISA. Het is gecreëerd in een aantal periodes geleden dat meerdere functionarissen konden tekenen en dat kan natuurlijk niet. Vanaf nu kan alleen de directeur van CBB tekenen voor een paspoort. Het bespoedigen van paspoorten gaat ook via de directeur van CBB. Dus niet 100 mensen tegelijk kunnen bespoediging aanvragen. En ik denk dat dat ervoor gaat zorgen, want dat is belangrijk, dat we de achterstand gaan verkleinen. Er is nu een achterstand van 13.000 aanvragen, waarvan er 8.000 al in het systeem zijn en waarvan er nog 5.000 in het systeem moeten worden verder. Het is nog nooit gebeurd dat er zoveel aanvragen zijn. En met dat gebeuren dat er veel aanvraag zijn, probeert iedereen snel zijn paspoort te krijgen. De bewindsman benadrukt dat er duidelijke regels zijn voor het bespoedigen van een paspoortaanvraag. Dat kan alleen met een gegronde reden. Ondanks de uitspraak van de minister dat er door CBB geen valse paspoorten worden uitgegeven, is er verder onderzoek nodig, vooral als er strafbare feiten zijn gepleegd. Ik weet ook dat er twee of één personeelslid heeft aangegeven dat er geld is gevraagd door haar. En die personeelslid gaan we met ontslag moeten sturen. Dat wordt in werk gezet. Dus nee, ik zeg niet dat het niet waar is. Ik zeg wel dat we eerst grondig onderzoek moeten doen. Maar voordat het resultaat van het onderzoek eruit is, hebben wij al maatregelen getroffen, waaronder de maatregelen wat ik u net heb opgenoemd. Ik geef het personeel van de afdeling paspoorten treft naar mijn mening geen blaam. Het zijn natuurlijk anderen, bijvoorbeeld Pietje op straat vraagt 100 SED, want die kent weer iemand en die kent weer iemand. Daar moeten we naar kijken. Nogmaals, ik ben iemand die niet mensen gaan beschuldigen voordat er onderzoek is gepleegd. Dus het personeel treft in mijn ogen van de afdeling paspoorten nog geen blaam. Laten we daar rustig op wachten. Maar alvorens we met het uitslag komen, hebben we al maatregelen getroffen. Minister Sommaharjo zegt dat het overal kan voorkomen dat zaken niet volgens de regels gaan. Als leiding van het departement probeert hij het probleem al vanaf het begin op te lossen. Aan de samenleving zegt de bewindsman dat BISA binnen 6 maanden probeert de achterstand bij het afhandelen van paspoorten in te lopen.